Menig passant in het centrum van Breda pakte vandaag het mobieltje erbij voor een kiekje of een video. U maakt een video, maar weet u nou ook waar u een video van maakt? Van de eerste vluchteling. Ik vind hem eigenlijk best vrolijk voor een vluchteling. Nou is hij natuurlijk veilig hier gekomen, dat scheelt, dat mag je vrolijk zijn. Maar ik denk dat, ja, om het punt duidelijk te maken van wat er gebeurt met die vluchteling, had hij best wat minder vrolijk mogen zijn. Een punt willen de kunstenaars eigenlijk niet echt maken. Ze willen vooral het gesprek op gang brengen. Dat is toch al heel erg gebeurd afgelopen jaar? Ja, maar het gesprek is vaak ook heel erg gepolitiseerd. Het gesprek wordt vaak gevoerd vanuit een bepaalde invalshoek. En met kunst is het toch wel iets anders. Als wij dit beeld binnenbrengen, dan heb je een ander soort startpunt, een ander soort referentiekader. Je hebt natuurlijk toch een bepaalde groepering mensen die zich daarvan afkeert. En daar kan ik me eigenlijk ook wel iets bij voorstellen. Het is goed bedoeld, maar ze moeten naar Den Haag gaan bij de Tweede Kamer. Want hun moeten iets eraan doen. Zijn we niet al doodgegooid met discussies over de vluchtelingenproblematiek? Ja, misschien wel met discussies, maar dat zijn dan discussies die andere mensen hebben. En dit is misschien meer iets wat jou aanzet om er zelf over na te denken, zonder al kant-en-klare meningen van twee kanten te geven. Een interessant detail is dat het kunstwerk gemaakt is van dezelfde stof als de boten waarmee vluchtelingen de zee overgesmokkeld worden. Verder heeft hij deze grootte omdat het probleem ook groot is volgens de kunstenaars. Ik denk dat hij dan nog een stuk groter had gemogen. Maar ik vind het wel, het is een interessant beeld. Dit interessante beeld is komende dagen nog te zien in Breda. Vanwege het festival Graphic Matters zal hij op verschillende plekken drijven.